Fourneau Saint-Michel. Dat is hier het openluchtmuseum, wat ongeveer 20 keer zo groot is, denk ik, of misschien wel 40 keer zo groot als het openluchtmuseum in Nederland. Daarentegen is het hier veel rustiger, want ik ben hier, vandaag is het 29 juli 2013. Wij zijn hier een rondje gelopen van 3 kilometer en ik denk dat ik al met al 20 personen ben tegengekomen. Verder heeft het openluchtmuseum hele mooie gebouwen. Het mooiste gebouw vond ik zelf het schoolgebouwtje. Het is zeker een aanrader, dus mocht je hier in de buurt zijn van de Belgische provincie Luxemburg, ga dan zeker naar het openluchtmuseum en vergeet je picknickkleed niet. Dit park heeft meer dan 40 verschillende soorten gebouwen. Dit is een van een...